Ik ben inmiddels al een tijdje in Robbieland. Robbie heeft mij goed geholpen. Hij heeft me veel spullen gegeven zodat ik kon starten aan de bouw van mijn laboratorium. Dat ben ik ook gelijk gaan doen, want er is genoeg wat ik nog moet uitzoeken. Zou ik Robbie kunnen updaten? Zou ik hem nieuwe dingen kunnen leren? Wat zou hij zelf al hebben geleerd? Ik ben diep gaan graven in de mines. En kwam erachter dat er zoveel meer te vinden viel ondergronds dan dat ik dacht dat er zou zijn. Ik heb nieuwe dingen leren kennen en het heeft mij veel geleerd. Wat ik natuurlijk ook in de computer wil gaan zetten. En terwijl ik hiermee bezig was, kreeg ik een berichtje van Robbie. Robbie had me nodig. Ja, een klein huisje. Ik ben namelijk bezig met het bouwen van een laboratorium. Ik heb toch eventjes een plek nodig waar ik mezelf weer kan terugvinden. Zelf kan ontdekken. Ik heb ook een kleine compagnon gevonden. Rolf. Rolf is mijn compagnon. Hij helpt mij met de onderzoeken die ik ga doen. Ik ga hier een laboratorium van bouwen. Want er zijn nog wel wat dingen waar ik achter moet komen. Robbie zelf heeft mij gevraagd om 8:30 op het plein te staan. Oh, en daar staat hij. Hallo? Robbie, hoor je mij? Hallo? Oh, hij moet natuurlijk opstarten. Robbie. Online. Hey, Robbie. Pico, hallo. Hey, Robbie, heb je mijn laboratorium ook gezien? Nee. Oh, nou, dan ga ik zo even laten zien. Ik moest van jou hier naartoe komen. Ja. Wat heb jij hier gemaakt? Ixion Robbie Choose. Robbie heeft een verrassing. Oeh, een verrassing? Wat moet ik doen? Heel goed. Mijn naam is Robbie Robot. Robbie, dat weten we. Oh, oké. Ixion 54306. Gegroet. Ja, gegroet. Gegroet, Robbie. Gegroet. Robbie heeft een verrassing. Oké, ik ben benieuwd. Of meer een keuze. Een keuze? Ja. Oké, wat zoals voor... Zoals je kunt zien, staan hier 2 kisten. Ja. Groen en rood. Ja. Robbie heeft 2 kisten hier staan. Rood en groen. Oké. Eén van de kisten betekent nee. En één van de kisten betekent ja. Oh. Maar je keek... Toen je ja zei, keek je naar groen. Groen betekent ja. Groen betekent nee. Oké. Correct. Ja. Oké. Nu komt het. Robbie. Robbieland. Robbie helemaal alleen. Ixion helemaal alleen. Ja. De vraag. Ixion aansluiten. Robbieland. Je vraagt me om aan te sluiten bij Robbieland? Correct. Ja, Robbie, ik... Ik denk wel dat het slim is als ik hier kom wonen. Ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen helpen. En je hebt al een basis. En je wetenschappelijke onderzoeken mag je hier uitvoeren. Wacht heel even hoor, ik wil ook even dit stem in jouw hoofd horen. Even kijken. Wie zit... Nigel! Wie zit er nou weer te bellen? Nigel! Ik ben net aan het eten, man. Wie? Oh. Wie is dat? Ik ben het, Ixion. Ja, C. Ixion. Ik kom... Oké, wacht maar. Zeg maar dat ik eraan kom. Nigel. Ja. Robbie heeft mij zojuist gevraagd om bij hem te gaan wonen. Denk je dat dit een slim idee is? Ik denk het wel, maar... Ja, ik moet nou, wel... Ik denk dat het misschien ook wel veiliger is. Dat denk ik ook, sowieso. Ja. Dat lijkt me wel een goed idee om sowieso een dicht oogje op hem te kunnen houden. Want ik merk wel dat er dingen gebeuren met Robbie die... wel gevaarlijk zijn. Ja, ik denk dat je een goed oogje in het
zeil kan houden. Ik denk ook wel dat, kijk, het is natuurlijk Robbieland en Robby is Robby. Maar dat je misschien ook een soort van een leidende rol hier kan hebben in Robbieland, denk ik. Ja, dat lijkt me wel handig inderdaad. En ja. Misschien kijk, had ik hem wel Robby wat... maar gewoon lekker Robby zijn, weet je. Dat is het ding. Ja. Maar ik denk dat jij hier de wetenschapper bent, de bouwer, de persoon die weet hoe het hier allemaal in elkaar steekt. Ja, ja. En misschien dat jij ook kan helpen daarbij. Ik denk het wel. Het lijkt mij wel een slim plan. Ja, ik... dankjewel Nigel. Ik ga Robby weer terughalen. Of moet jij dat doen? Nee, ik kan het onder vuur doen. Ik ga even verder. Okay. Ik heb pizza. Dankjewel Nigel. Ja, dan kunnen wij elkaar ook wel vaker spreken. Lijkt me wel handig. Zijn we bijna normaal? Ja, ja dat zijn we sowieso. Ik zelf even. Ja, eet smakelijk Nigel. Hallo? 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 Robby. Ah, oh, hi. Ik kom graag bij Robbieland. Waarom sta je daar? Ik sta op ja. Oh, je staat op ja. Jee. Nou, dan kan ik deze weggooien. Dat hoef je niet te zien. Oh, zou ik even wegkijken? Nee, niks aan de hand. Oké. Okay, ik kijk wel even weg. Je hebt niks gezien. Oké. Okay. La la la. Helemaal niks gezien, toch? Nee. Oh. Robby, dankjewel dat je zo gastvrij bent om mij hier te laten wonen. Geen probleem, je mag het kistje openen. Oh. Wow. Wow. Yeah. Wow. Oh yeah. Dat is echt heel gaaf, Robby. Kijk, hè? De stem in mijn hoofd vertelde me net nog dat ik een schild moest maken. Yeah. En ik heb nu een heel mooi schild. Oh yeah, daar gaan we. Hey, kijk je met ons mee naar Robbie Robots avonturen? Jee, op de SMP. En wie neemt die met hem mee? Ik zie hem. Yay. Dankjewel, Robby. Robby, ik ben hier bezig met het maken van een lab. En hierin gaan wij ook updates voor jou uitvoeren, denk ik. Updates. Okay. Ja. Okay. Kom even mee naar binnen. Ja. Yeah. Ja. Zoals je kan zien heb ik een compagnon. Rolf heet hij. Rolf niet vermoorden, Robby. Rolf niet vermoorden. Niet vermoorden. Moet ik dat nog even inschrijven? Nee, denk ik niet. Ik denk dat dat wel goed komt. Ja? Duidelijk? Duidelijk. Oké, ik zal even nog dit geven, alsjeblieft. Ik pak het zelf weer op. Oké. Zoals je kan zien is dit een kleine ingang, dat is ook de bedoeling. Want het is zeg maar de bedoeling... Ik heb hem nog steeds in de grapjesmodus staan, wacht even. Nee. Zoals je kan zien is de ingang vrij klein, dat heb ik expres gedaan. Want het is de bedoeling dat mensen niet gaan verdenken dat dit een raar gebouwtje is. Daarbovenop zit een antenne. Een antenne die is gericht op straling. En de navigatie tussen jou en Nigel zou binnenkort ook wat beter moeten worden. Daar ben ik nog mee bezig. Hier is verder nu nog niks, maar het laboratorium gaat nog wel gebouwd worden. Hier ga ik ook denk ik weer op zoek naar het bouwen van nieuwe robots. Want vroeger was het allemaal wat makkelijker, want toen hadden we alle attributen al. En die moet ik nu nog allemaal gaan vinden. Ook heb ik jouw hulp daar misschien bij nodig, want ik denk dat jij wel wat beter weet waar allemaal spullen liggen in deze wereld. Dat kan jij natuurlijk zien. Dus dat is wel belangrijk. Maar hier komt een heel groot laboratorium waar wij gewoon samen, maar ik ook alleen, denk ik, allemaal nieuwe soort functies gaan ontdekken. Ik denk dat dat wel handig is, ook nu ik ook in Robbieland zit. Is dat lekker dichtbij. Correct. Ik zit nu officieel in Robbieland. Wat gaaf. Robby en ik hebben nog veel meer dingen besproken. Maar er was nog één vraag die ik op dat moment nog even niet kon stellen. Dit deed ik op een andere dag. Robby? Ja? Ik zag dat je het helemaal had veranderd. Wat? Beneden? Ja.
Wat, kan je me laten zien wat je had aangepast? Ja hoor. Eeuw. Wow. Bos. Oh. Oh jee. Oh nee. Oh nee. Ik zit ook vast. Oh, wat gebeurt er nou? Raaien. Oh. Wacht, ik zit echt vast. Ik dacht, ik doe gewoon mee. Maar ik zit echt vast. Oh nee. Wacht. Ik kom er echt niet uit. Oh shit. Links. Ja. Ja, ik hoor wat stem in mijn hoofd. Wacht even. Als er nog één iemand pingwin zegt, krijgt hij een ban. Oh! Noemen ze me nou pingwin? Moderators, pingwin is vanaf nu een verboden woord. Oh. Ik moet er echt wat aan doen, hè? Ja, je ziet er wel een beetje uit als een... Ja. Ja. Ja, ik moet iemand vinden die me kan helpen. Weet jij iemand? Ik ken niemand. Alleen ik wil Kenzie. Maar we kunnen ook vragen of Kenzie tijd heeft. Oh ja, kan. We kunnen wel even ergens iemand gaan vragen of iemand weet of er iemand is die iets weet over jou veranderen of zo. Ja. Wat gaan we nu doen dan? Op zoek of er iemand jou normaal kan maken. Ja. Ja. Dat hoeft niet per se. Nee, dat is waar. Misschien dat Kenzie het wel kan. Even kijken. Ik heb Kenzie in mijn telefoon. Oh, doe jij een berichtje aan Kenzie? Kenzie is er helemaal niet. Jawel. We kregen bericht terug van Kenzie en we mochten langskomen. Zou Kenzie dan, naast dat hij me heeft geholpen met het ademhalen, mij ook kunnen helpen om mij er weer wat normaler uit te laten zien? Is Kenzie dan de oplossing voor het probleem dat ik lijk op een pinguïn? Robbie en ik gaan er in ieder geval naartoe. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering van het verhaal van Ixion.